begin dan gelijk goed. Gooit zo. Ze noemen mij ook Ali. Ik zal je vertellen. Ik heet Ali. En ik kom uit Turkije. Ik woon nu 2 jaar woon ik in Nederland. En ik ben getrouwd met een Hollandse vrouw. Zou je denken, Turkse vrouw? Nee, Hollandse vrouw. Elke zondag pannenkoeken eten. 6 uur thuiskomen. Ali. Niet leuk vinden. Maar nou Ali kinderen hebben gekregen. Mevrouw. Ali, oké. Okay. Ali precies weten. 6 uur thuis zijn. Zondag pannenkoeken eten. Ali geen problemen meer hebben. Maar daarvoor. Voordat Ali getrouwd werd. Ali altijd vrouwen kijken. Geen problemen hebben altijd vrouwen kijken. Altijd Ali rijden, auto, taxi, altijd tuteren. Tut. Dan vrouwen zeggen, hé jij, visser ik rot op. Ali lachen. Ali altijd smalen. Altijd smalen. Ali 5 jaar taxi gereden, nog niet getrouwd zijn. Altijd Ali remmen. Ali altijd goed bij de vrouwen, altijd goed. Maar jij op de dag Ali ouder worden. Hè? Ali ouder worden, Ali nadenken. Ali vrouw willen hebben, kinderen willen hebben. Ali teruggaan naar Turkije. Ali daar vrouw leren kennen. Maar Ali niet door 1 deur kunnen. 1 deur. Dus op een gegeven moment Ali besluiten weggaan. Weg op Turkije, Nederland. Ali daarmee kunnen verdienen in Nederland. Toen Ali verliefd wordt op Hollandse vrouw. Ali klompen leren dansen. Ali kaas leren eten. Ali alles anders moeten doen. Niet moeten doen, maar leren. Maar goed. Ali gelukkig zijn. Ali blij zijn. Kans krijgen in Nederland. Ali ontzettend blij zijn. Ali dingen op tv zien. Ali boos, verdrietig worden. Maar goed. Ali goed hebben. Goed blij zijn. Ali Nederland zijn. Echt. Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben Ali. Ja, ik heb je nog nooit gezien hoor. Nee, dat kan kloppen. Maar het is wel erg raar dat je hier bent. Want Ricardo woont hier en niet jij. Maar Ali op huis passen. Daar heeft hij me niets over verteld. Vreemd, raar, vooral raar. Maar goed, ik denk, kom maar eens eventjes kijken. Andere rare stem. Ali Adersen. Ali voor jou wat mee hebben genomen. Oh, is dat zo? Wat heb je dan voor me meegenomen? Ali iets meegenomen uit Turkije. Speciaal voor jou. Oh, hey Ali. Ja? Opnemen? Ja. Elke week Ricardo zeggen, nieuwe dingen opnemen. Oké, en daar hoor ik ook bij. Ja. Oh, maar even terugkomen. Wat heb je dan voor mij? Ali, eerst bordleg eten. Dan jij cadeau krijgt. Nou, begin dan maar vast aan, hè. Zou ik zo zeggen. Goed. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat je hebt, hoor. Weet je dat? Ja. Maar Ali is eten. Wordt weg eten. Nou. Schiet me op. Ik ben wel nieuwsgierig wat je dat niet eerder weet. Nee, begrijp ik. Ben bijna klaar. Oh. Nou, wel goed kouwen, hè. Want mensen moeten wel goed kouwen. Ja. Oké. Okay. Jij hoeft niet zo te haten hoor. Ze dragen het nog niet meer. Oké.
Wat doe je? Je raakt anders als de weg niet meer. Ja, dat klopt. Maar wat ruikt hij dan? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ruik. Ik moet even goed ruiken. Nou, maar ik kan naar mijn bidden. Ik kan niet even ruiken. Oké. Okay. Oh, ik weet ook wat ik ruik. Wat ruik je dan? Ik ruik zoete koekjes. Oh, dat kan wel. Mijn moeder heeft koekjes gemaakt. Wil jij die proeven? Nou, dat lijkt me wel wat. Ah, ik heb ze helemaal niet meer. We weten toch ook niet al leuk hoe dat je zoiets zegt. Nou, ik krijg volgens mij heel iets anders te koekje. Wat doe je? Volgens mij stinkt het onder je ook zo. Volgens mij heb je ook licht gewassen, ja. Allee. Nee. Dat stinkt best daaronder. Kijk, dat is normaal. Ruikt niks. Nou, dan weet ik niet wat dit is. Nou, raar. Maar wat houd je dan van me? Is je moed weg? Ja, bijna. Hm. Oké. Okay. Nou, wat heb je dan voor mij? Ik heb voor jou iemand meegenomen. Oh, en wie is dat dan wel weer? Iemand die jij niet kent. Nou, dit klopt best, want ik ben hier echt alleen hoor. Nou, dat dacht je maar. Oh, nou, wie is dat dan? Wat zie je? Wat zie je? Oké, even wat drinken. Oh, heb ik al wat zin in? Ja, drink niet. Jij drinkt niet. Moet jij ook wat? Wat is dat dan? Dat is cassis. Dan moet je wel een beetje sparen, want kan ik niet drinken. Rustig. Lager. Hallo, je moet er niet overheen gaan. Op mijn bank ben je helemaal gek. Ja, zo. Is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. Bedankt. Neem ik de rest. Maar wat had je? Maar wat had je dan voor me? Nou. Wat heb je dan? Nou. Zo, wie ben jij? Oh, wat is dat nou? Wat lelijk. Oh, wat eigenlijk. Oh, wie is dat? Oh, doe weg. Ik doe niks. Oh, wie is dat? Oh, wat een lelijk. Ga weg. Nou, doe niet zo onaardig. Oh, hallo. Zal ik me even voorstellen? Nee. Oh, ik zie er toch uit. Oh, zo lelijk. Maar je doet echt helemaal niks, hoor. Toch helemaal niks. Nou, wat doet hij niet toe? Oh, jeetje. Heb je dat meegenomen bij Turkije? Ziet het er niet uit? Of wel? Ja, dat doe jij zo niet onaardig, zie je toch niet? Nou, dat had ik nog niet verwacht dat je dat zou zeggen. Ik zal even me voorstellen. Lesje. Nou, zal ik dat nog maar aardig doen? Dat lijkt me toch wel aardig. Lijkt me toch wel aardig als je vriendelijk doet. Nou. Sorry. Neem me niet kwaad dat ik zo deed, maar ik was een beetje geschrokken. Ben je niet boos op me? Nee hoor, ik ben helemaal niet boos op jou. Nee, je mag wel een beetje hoog komen, ik ben wel een lady. Oh, ben je een lady? Ja, ik ben een lady, ja. Oh, ik ben een jongen. Ja, dat zie ik, ja. Nou, Jongeman. Ja, lady. Zou jij jou nou niet eventjes voorstellen aan mij? Ja, dat zal ik doen. Zit ik niet zo te lachen, ja? Ik ben helemaal in emoties, hoor.
Oké. Waar nou? Nou, doe eens even noem. Wat is er? Niet hoor, ik ben gewoon een beetje verlegen. Gewoon verlegen, dat ik ook niet aan doen hoor. Dat ik nou verlegen ben hoor. Nou, hoe heet je dan? Tippi. Tippi? Ja, Tippi. Ik heb altijd heel veel taf, maar voor jou heet het Tippi. Nou, Tippi. Hè? Nou, leuk om kennis met je te gemaakt hebben. Ik ga er weer vandoor. Oh, ga je er weer weg? Nou ja, je voelt me toch eigenlijk helemaal niks. Nee, eigenlijk niet, hè. Maar als je weg bent, moet je weg. Precies. Nou, leuk. Ik heb nog met een andere kennis gemaakt. Nou, hier, aan je blik. Hallo, ik ben Kevin. Ja. Nou, tot ziens, dag. En? Maar ze was nog aardig hoor. Ze was nog aardig. Maar ik had me toch wel erg. Maar ik had me toch wel erg. Maar ik had. Zo? Je bent wat te pakken. Ja, ik heb wel zeggen. Hoe kan het dat je benen en armen zo lelijk zitten? Ga dus goed in. Goed erin, handen erin, zo. Zo, ja, zo. Zo, hup erin. Zo, wacht even, je moet wel. Zo, ja. Ja, zo is hij goed. Ja, dus kijk. Kijk, zo is het leukst, weet je. Ja, zo, ja. Ja, maar wie kleedt mij nou aan? Ik kan mijn haar toch niet aankleden? Dat moet jij toch voor me doen? Ja, hoe moet ik dat nou doen? Wat zal ze van die gedachte hebben dat ik het zo uitzag? En je had me gewoon niet goed vast. Is ze er nog? Nee, ze is weg. Komt ze terug? Denk het wel, ik denk het. Weet je zeker? Nee, ik weet het niet, dat weet ik niet. Oh, nou. Wat vond je het leuk? Nou, ze had wel wat hoor. Ja, toch wel wat. Oké. Zal ik vragen of ze morgen komt? Oh, weet je wat ze doen? Ze kan het nog bellen. Heb je dat telefoon? Ja, ze heeft telefoon. Nee, dan moet je me even bellen. Nou, oké. Zeg maar tegen de van mij, sorry. Ja, zo doen. Hey, hallo Liz. Kan jij even vanmiddag nog een keertje langskomen? Tippi wil zijn excuses aanbieden. Ja, ik wil mijn excuses aanbieden, sorry. Oké. Ja, ze komt over de 10 minuten. Oh, is het dan zo dichtbij? Ze woont daar verderop. Nou, even afwachten. Oh, ik ben best zenuwachtig hoor. Weet je dat? Best zenuwachtig. Nou, misschien komt ze zo wel. Wat wou je zeggen, Tippi? Sorry, echt sorry, maar niet zo bedoeld. En het geeft er helemaal niet. Het geeft er. Nou, maar in ieder geval, sorry, echt sorry, bij me zo zeer. Ik ben een beetje geschrokken van jou, denk ik, ja, ik weet niet wat. In ieder geval, we kunnen elkaar verstaan. Nou, dat is echt wel prettig dat jij mij kan verstaan. Oké. Nou. Maar ik moet weer gaan, want ik was bezig met koekjes maken. Oh, jij ook al koekjes maken? Wat heb je in de handen met de koekjes houden? Begrijp ik allemaal niet. Wat heb je in de handen met die koekjes? Nou zeg, die kant ken ik helemaal niet. Nee, dat weet je wel, want dat niet kent. Je kan het allemaal niet. En trouwens, even een vraagje. Hoe kan je trouwens zo rood zijn? Want je kan niet zitten met rood aan, toch? Draai ze maar om. En nou zeg. Goeie grutie, we hebben rood, rood. Nou ja, met groen. Ja, maar een beetje wit, een beetje oranje. Nou ja, je bent rood, ja, het is midden. Nou, doe niet zo'n. Ah ja, nou, maar dat is toch zo. Kan dan. Hij draait dan draaien om, kan dan draaien in die camera. Kan dan, je bent even rood. Dat is een diamantje dingetje, maar volgens mij zien we ook van oud.
Dat doet toch niet zo onaardig? Dat is toch waar, dat is toch net, dat zie je toch? Ach, hallo, zo ga je toch niet om met de... Ja, is dat nep of niet? Nee, dit is niet nep, dit is echt. Dit heb ik gekregen. Voor mijn vriend. Oh, en jij mijn vriend, ja, dan kan je allemaal wel vergeten met mij. Ja, toch? Dat doet toch niet zo aardig. Ja, en dan laat we eerder staan. Dus er is van te halen, de vondering ik te halen. Zo, jij bent groep. Ja, nee, eerlijk waar. Doe mijn voeten eens even goed. God, Jezus, allemachtig. Jezus, als je het goed doet, dan moet je het goed doen. Mijn hemel, je kak, kak en makker. Hallo, hebben we het helemaal goed van. Zout. Je bent wel erg opdrijf. Ja, ik ben erg opdrijf. Weet je? Doe niet. Nou, laat me even uitlopen. Nou, dan wij aan het discussiëren. Maar ja, je wil daar hoor. Echt waar. Ja, wij van de papadier kunnen ook wel een ruzie maken. Oké. Luister. Luister. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, hoe zou ik het zeggen? Oh, trouwens, ik ben daar. Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje zin. Wat bedoel je, zin? Nou ja, je weet het wel, hè. Gewoon zin, gewoon ja. Oeh, ah, oeh, oeh, ah, la, boe, zo, ah, roet, ook, ah. Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, gewoon, je weet wel. Gewoon. Oh. Nou. Ik begrijp het nog steeds. Dan kan je dan wel dom als je het niet begrijpt. Ik wil gewoon even wippen. Je weet wel, wippen. Nou, laten we dat maar niet doen, hè. Nou, we doen het niet eigenlijk. Nou, omdat we elkaar nog maar pas kennen. Nou, wat doet dat tot toe? Ik wil gewoon wippen. We hoeven aan de laatste. We kunnen gewoon nog een wippie maken. Dan maken we de haar, jongen, tot dat ik dan hoor. Ja, is het nou? Ja, is het nou? Ja. Nou, als we het zo moeten laten allemaal zitten. Oh, wat doe ik dan? Doe ik rustig doen. Terwijl ze chaos mogen hebben. Jezus Christus, Maria, hallo. Begrijp je me niet? Lieverd, ik ga niet zo snel. Oh, je gaat niet zo snel. Nou, dat kan. Geen probleem hoor, maar dan kan ik nog wel wachten. Ik weet niet of jij zo lang kan wachten, schatje, hè? Nou, wat me gek als je zo doet. Nou. Je kan toch wel even wachten, aapje? Nou, dan moet ik dan maar even wachten. Ik ga even door. Wil je naar je cookies toe? Nee. Ik heb een date. Oh, je hebt een date. Dat klinkt lekker, jij hebt een Duits. God, ze waren nou, ik probeer je te versieren met je leuke. En ja, ze had tegen mij dat je deed hebt. Goeie gutte, wat denk je wel? Op een gek man. Maar ik heb toch niet gezegd dat ik met jou heb? Nee, dat heb je niet gezegd, dat klopt. Maar je toch. Je weet wel, hè? Dat voel. Schat, zullen we het daar morgen over hebben? Mijn date zit te wachten. Hey, hallo. Contact, hallo, begrijp je? Contact, hey, luister. Ja, schat, zullen wij een andere keer afspreken? Nee, niet andere keer. Nou is nou en nou anders over uit. Hoe was ik als zo? Lieve, je kan best tot morgen wachten op mij. Nee, ja, het zou wel moeten, want je hebt wel afgesproken. Nou, tot ziens. Hey, luister even. We gaan gewoon doorgaan en niet weer zeggen, begrijp je niet, hallo, zeg maar dit, nou, schud op mijn idee. Nou, je mag gaan naar door op, asje, wat een kontje. Zo, jij was opdrijft, hè? Ja, jij was opdrijft. Jij was van dreef. Nou, soms moet je gewoon laten zien dat je een echte man bent. Dat heb jij mij geleerd.
Ja, ik zat ook met alle tijd aan de tijd van mij te staren. Ik dacht bij mij van, ja, ik kan die kans krijgen. Dan moet ik haar oppakken. Vind ik ook. Begrijp je? Ja, ik begrijp je helemaal. Nou, dat heb ik gewoon gedaan. Morgen dan ga ik even Wat bedoel je, wat ga je doen? Ja, gewoon Ja, ik begrijp het niet. Ja, denk u. Oké. Ja, dan doe je het ook wat leuk, of niet? Hallo, we gaan het vandaag niet over mij, we hebben het vandaag over jou. Jij bent speciaal vandaag. Ja, nee, even snel gaan gaan. Ben ik de hele Stine, ook de vrouw is anoniem met Stine. Zeg je tegen mij of tegen mij? Nou, hallo. Neuken jullie wel eens? Hallo, neuken jullie wel eens of niet? Hey, hallo, kijk je naar mij? Ik vraag je wat even daar. Gewoon nou, in ieder geval, ik heb het eind morgen. Heel ervaren. Oké. En jullie echt vandaag dat ik nu slapen. Het is laat, want je kan het maar het 11 uur, ik ga naar bed. Oké. Ik ga slapen, want ik ga me klaarmaken voor die tijd. Oké, voor die tijd, begrijp je? Ik begrijp je nog. Geen probleem, ga jij klaarmaken? Ja, ik heb echt zin in. Ja. Zo. Oké. Nee, je hoeft niet daar weer mee. Ja, alleen te stijgen, jongen, dan blijf ik stappen en ik kan gaan slapen voor mijn tijd voor morgen. Ik heb er echt zin in. Ik wil in mijn tijd, dan kan ik lekker. Leuk. Nee, ik ga niet leuk hoor. Wat ga je dan doen? Nou, gewoon even lekker kletsen en dan leuk. Jij zit zo laat. Leuk is toch op aan een woord staan. Dat staat trouwens in het boek. In het boek gewoon leuk. Kijk, moet je met me luisteren. Oké. En ja, dat ben je iemand zag op straat. Weet je wat leuk met enkel zetten. Ja, kom wel leuk. Leuk is gewoon pummel en rut en de leuke. Hallo, vagina. Nou ja, ik zeg gewoon leuk, rut, hebbela, boem, leuke. Oké. Jij mag dat zo zeggen. Geen probleem. Ik zou dat net te zeggen. Nou ja, het is omdat je zegt omdat je moeder kijkt naar je vader en je familie. Dat je zegt gewoon, vagina en leuk. Het is gewoon leuk en leuk. Klaar. Dit is niet anders. Oké. Maar... Laat me dan liggen slapen, want anders ben ik een... Ja, dan ben ik gewoon niet mezelf. Weet je, vrouw is hier te kneden. Oké. Ik zit hier. Dan ga ik weer van kennis. Even goed gezegd. Nou, ik vind ook dat die weer... Zeg maar. Ik vind het leuk dat je weer hebt gekeken, dat is een beetje langer dan normaal, maar ik wou zeggen, adios, ciao, zo, je wordt wel goed. Ja. Nou ja, laat me even praten. Ik wil zeggen, adios, amigos. En ik zie jullie snel. En hey, don't be worried, man. Geen probleem. Wij komen terug met veel meer sketches en leuke dingen, plakwerk. Je weet het maar nooit. Oh, en ik kom ook terug trouwens. Hey. Hey, wat doe je? Dit is mijn momentje. Ja, maar nou, tegenwoordig ben ik er ook, dus dan ga ik ook gewoon mijn ding doen. Hé, hey, luister. Jij moet werken, ik heb met jou morgen afgesproken. Want dit is mijn momentje voor de camera. Luister, schat. Samen uit. Ik ga niet met jou uit. Morgen leuke geluid. Ik wil gewoon leuke geluid. Luister, schat. Ik wil je beter leren kennen. Maar je gaat niet mee zo bedenken. Nou, Jezus, ga je nog even veranderen? Alsjeblieft, ga weg. Ga weg. Nee. Weg mee. Sorry. Zie je wel dat je lief kan zijn? Sorry. Zie je morgen? Ja, is goed. Maar je moet je wel een beetje gedragen. Tot morgen. Nou, ga maar. Zo. Je misdraagt je wel een beetje af en toe, hè? Maar dat zijn mijn gevoelens. Daar kan ik er ook niks aan doen. Dat is waar. Ja. We hebben allemaal wel eens van die grote emoties, hè? Dat we niet meer weten hoe het moet. Oké, maar stop met al mijn taal, want ik wil gaan slapen. Ik heb morgen een tijd. Ik heb morgen een tijd.
Ik heb morgen de tijd. Oh, de tijd. Zo, je kan wel in een van mijn clips komen. Tijd. Mijn hemel.